De gereformeerde kerk van Thesingen heeft haar windvaan weer terug. Het ornament was verwijderd omdat het opnieuw verguld moest worden. De opknapbeurt is onderdeel van een uitgebreide renovatie van de kerk uit 1876... die uitgevoerd wordt in opdracht van de Stichting Oude Groninger Kerken. Ja, we hebben hier eigenlijk verschillende dingen gedaan. Er was bevingsschade, er zaten verschillende scheuren zaten erin. Er moest onderhoud uitgevoerd worden. Er zat de schilderwerk, maar ook metselwerk hersteld. Het bleek ook meer dan we verwacht hadden eigenlijk. Dus er bleek meer metselwerk hersteld te moeten worden. En ja, het was eigenlijk aan toe dat het weer gerestaureerd en onderhouden zou worden. De gereformeerde kerk van Thesingen heeft een engel met bazuin als windvaan. Het plaatsen van het blinkende object was een goede aanleiding om de kinderen van CBS De Til uit te nodigen om de restauratiewerkzaamheden te bekijken. Voor die kinderen is het heel goed om te zien inderdaad van ja, wat hebben we eigenlijk in het dorp en wat vertelt het eigenlijk over onze geschiedenis. De restaurateurs die de engel weer hebben teruggeplaatst werden geholpen door Noah en Levi van de school die recht tegenover de kerk staat. Twee kinderen uit groep 8 die gaan hem terugplaatsen op de toren. Zit die goed? Ja. Hoe belangrijk is het eigenlijk dat de kinderen van het dorp hun eigen erfgoed kennen? Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, juist ook als je dat erfgoed wil behouden, zeg maar, dat je er ook iets van af weet. En dat ze ook een beetje een band mee gaan krijgen. Dus je moet je geschiedenis kennen om ook iets van je heden te begrijpen. En kan je deze windvaan ook gewoon nu vanuit je huis zien? Ja, ik woon daar, dus ja. Ik denk dat ik hem wel kan zien.